Nou hè, fantastisch. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe vlog van Vermaar onder Rood. Dag nummer 3 in het Zwarte Woud. En het is vandaag een speciale dag, want we hebben vandaag een jarige. Zoals elk jaar in de zomervakantie wordt Jonathan weer een jaartje ouder. En deze dag wordt hij 14 jaar. Laten we maar eens cadeautjes gaan geven. Oké. We sing you a happy birthday. Lieve jou, gefeliciteerd met je 14e verjaardag. Alweer een jaar ouder en een jaar wijzer. Heerlijke pubert, mama heeft het geschreven. God zegen dit nieuwe levensjaar. We gaan er een leuke dag van maken met elkaar. Liefst papa en mama. Ja, even. Wat is dat erin? Nee, even. Ik word vergeten. Nee, maar ik ben niet vergeten. Cadeautjes. Levi's cadeau als eerste. Cadeaukaart. Alle cadeaus zijn uitgepakt. Ja. En jou, waar ben je het meest blij mee? Ik denk deze. Wat is dat? Voor de mensen die het niet kennen? Funko Pop van een serie die ik heel graag kijk. Oké, okay, One Piece. Ja. Hey jou, en wat gaan we vandaag op jouw verjaardag doen? We hebben het gisteren al in de vlog verteld, maar als mensen die vlog niet hebben gekeken, moeten ze hem sowieso gaan kijken. Maar dan kunnen we nu ook al vertellen wat we gaan doen. Naar Europa Park. Ja, en wat is Europa Park voor de mensen die onder een steen hebben geleefd? Dat is een Duits pretpark met ja, heel veel Europese landen erin. Het grootste pretpark van Duitsland, hè? En wij zijn er alle vier nog niet geweest. Over Europa? Nee, ja, het is wel groter dan Disneyland. Ja, qua oppervlakte is het groter dan Disneyland. Dus daar heb je gelijk in. Dus we gaan eens gewoon kijken hoe het is in Europa Park. Mm-hmm. Let's go! We zijn in Europa Park. Eindelijk. Lang naar uitgekeken. Wat is je eerste indruk, Jo? Ja, erg indrukwekkend. Erg mooi vooral. Ja, je komt zeg maar in Duitsland aan. En de soort van Main Street, net zoals in Disney. Ziet er best wel indrukwekkend uit, maar dat zagen jullie net al. En we gaan nou alvast om 9 uur het park open. Om 10 uur gaan de attracties open. Maar we gaan alvast richting de attractie die we als eerste willen doen. Voltron. Namelijk Voltron, een achtbaan, net nieuw, dit jaar open gegaan. Bizar die achtbaan, bizar. Oké, okay, we staan in de rij voor de Voltron, ja. De nieuwste achtbaan van Europa Park. Twee feitjes, zij gaat 90 km per uur. Je merkt hoe enthousiast ik ben, maar ik kon gewoon niet meer uit mijn woorden. Zo'n zin heb ik erin. En hij heeft 7 inversions. Dat wordt heftig, dat wordt intens, dat wordt genieten. Hey yo. Inversions zijn trouwens over de kop gaan en kurken trekken. Ja, juist. Dankjewel voor de toelichting. En wij gaan eens beginnen. Ik ben echt heel benieuwd naar deze achtbaan.
zoals jullie zien, hebben we Voltron gehad. Ja. Nou, Mariek, vertel maar. Nou, hij was echt next level. Ja, hè? Super vet. Jij moet nog meer wat zeggen. Ja, gewoon zeker een keer doen als je er bent. Ja. Af en toe dacht ik echt, wat gebeurt hier? Er waren inversions die ik gewoon niet snapte. Ook met zwaartekrachten zo bizar. Kijk, je moet er even voor wachten, ja. Maar dan heb je ook wat. Ja. En Levi. Dat was leuk. Oh, dat was het enige. Dat was leuk. Leuk of okay. Heel leuk of super leuk. Super, super, duper leuk. Oké. Okay. En dan gaan we naar de jarige. Waar ben je? Yo. Daar. Vertel, wat vond jij ervan? Hij was echt heel gaaf. Ja, hè? Toen we zo stopten en gingen draaien, ja. Toen schrok ik wel even. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja, er zaten echt wel scare moments in. Zo zeg je dat toch? Ja. Maar nu gaan we naar de volgende achtbaan. Blue Fire. We zijn na een flinke zoektocht aangekomen bij Blue Fire. Nou, wat is zo tof van Blue Fire? Je wordt binnen 2,5 seconden afgeschoten naar 100 km per uur. Klinkt goed, we gaan hem doen. Blue Fire gehad. En Levi, wat vond jij ervan van de Blue Fire? Leuk, maar spannend. Spannender dan Voltron. En hoe kwam dat? Weet ik niet. Je vond hem gewoon spannender dan Voltron? Ja. Oké. En jij, Jo? Die had stukjes. We gingen ook door tunnels door. Dat vond ik echt heel eng. Oké. Okay. Want die rotsen zaten echt op zo'n afstand. Wel leuk. En jij, Mariek? Oeh, ja. Leuk. Ja? Ik vond hem juist minder eng. Oké. Okay. Ik vond hem wel relaxed. Behalve als je dan heel langzaam over de kop weer naar beneden ging. Dat was wel, dat dacht van oké, okay, het mag wel iets sneller, maar voor de rest, ja leuk. Oké, okay, mooi. En jij? Ik vond hem prima. Ja, prima, hoor. Gewoon niet veel bijzonders. Ja, gewoon leuk. Een doodnormale achtbaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Nu gaan we even wat eten, wat drinken. Voor Jonathan's verjaardag. Voor Jonathan's verjaardag. Kijk, de jongens zitten lekker aan gebak. Not. Lekker aan pretzel. Ja. Dus we gaan nu even genieten en dan gaan we door naar de attracties. De koffie zit erin, de frisdrank zit erin, het biertje zit erin. En nu zijn we weer. En de appelsap zit erin. Nu gaan we naar de volgende attractie. Hoe heet die? Geen idee. Oh, Atlantica. Atlantica heet die. De waterbaan in het land Portugal. Het is weer om lekker af te koelen in de waterbaan, joh. Graadje 28. Dus zelfs Marieke gaat in de waterbaan. Ja, sowieso. Ja, hè? Waar ben je daar? Kijk hoe warm het is. Ja, kijk hoe warm het is. Ja, mama, dit was nog. Maar ja, ik ben nu 29 graden zelfs. 29 graden. Ja. Dus tijd voor verkoeling in Atlantica. Atlantica die hebben we gehad en hij was verkoelend, dat was leuk. Beetje kort. Kort, dat wel, maar wel lekker verkoelend. Ja. Dus nu willen er een paar in het schip, dus die gaan lekker het schip in. We zijn in het schip geweest, hè? Ja. Hoe was dat? Heel leuk, maar hij is wel een beetje saai. Hij is een beetje saai? Ja, die in de Efteling en Toverland en Dreamfleet is beter. Oké. Okay, dat is gewoon een rustige attractie eigenlijk. Ja. Vonden jullie dat ook? Ja, maar toch voelde ik wel genoeg in mijn buik. Oké. Okay. En jij, Jo? Hoe vond jij hem, het schip? Ja. En nu gaan we naar? Snorritoer. Dan zeurt hij al heel de dag om. En nu, mensen, gaan jullie zien wat Snorritoer is. Wie is Snorri? Het is de mascotte van Atlantica. Hoe ziet die eruit? Het is een octopus met een vikingshelm. Oké. Nee, jullie gaan het zien, mensen. We gaan erin. Ja.
Zo, we komen net uit Snorritoeren. Hoe voel jij het? Ik vond me leuk. Niet heel bijzonder, het was gewoon leuk. Gewoon leuk, oké. Okay. Ja. Ik vond hem echt geweldig. Even wachten, heel. Oh. Ja, joh, wat vind jij ervan? Echt geweldig. Echt geweldig. Voelde je het aan je verwachtingen? Ja. Ja? Had je van tevoren al iets bekeken of zo dan? Helemaal niks. Oh. En wat maakte het zo leuk? Alles. Het was gewoon heel erg leuk. Het was gewoon heel erg leuk. Leef je nog iets te zeggen? Wow. Nee. Gewoon. Niet waar gaan we nu heen, Leef? Ja, waar gaan we heen? Helaas van Batavia. Juist. En wat is dat dan weer? De Piraten van Batavia? Piraten van Batavia, dat is een dark ride. Eigenlijk vergelijkbaar met Pirates of the Caribbean in Disneyland of Fata Morgana in Efteling. Zoiets. Okay. Het gaat over de Nederlanders die Indonesië bezetten. Dus een ontzettend vrolijk thema. Nou. En een goede geschiedenis over Nederland. Oké. Okay. Dus dat gaan we nu eens bekijken. Nou, dat gaan we nu bekijken dan. Piraten van Batavia hebben we gehad. Een hele mooie dark ride, al zeg ik het zelf. Echt hele mooie scènes. De animatronics waren redelijk. Het kan beter, maar ja, misschien ben ik te kritisch omdat we al heel veel pretparken hebben gezien. Maar het was gewoon een leuke, mooie, vermakelijke attractie. En we zagen net op de app, wat trouwens echt een vreselijke app is. Hij is traag, duurt lang voordat hij opstart. De virtuele lijn, ik snap hem niet. Misschien ligt het aan mij, maar ik snap hem niet. Ik krijg geen virtuele lijn geboekt. In ieder geval, we zagen in die app dat de wachttijd bij Wodan maar 35 minuten is. En dat is voor de Wodan relatief rustig. Dus we gaan naar de Wodan. Wat is de Wodan? Vragen jullie je misschien af. Dat is de houten achtbaan van Europa Park. Dus daar gaan we heen. Dan hebben we gehad, de houten achtbaan van Europa Park. Nou, wie gaat zijn reactie geven? Oh ja, waarom? Hij was echt heel vet. Dit was denk ik de snelste, de gaafste houten achtbaan die ik ooit gehad heb. Van mij ook. Van mij ook. Ja, Wodan is een houten achtbaan. Zoiets heb ik nog nooit gehad. Hij gaat zo waanzinnig snel, zulke bizarre bochten. Ja, dit is voor een pretparkliefhebber echt een must. Die moet je echt doen. Deze is zo gaaf. Maar dat zeg ik eigenlijk bij elke achtbaan in Europa Park. De achtbanen hier zijn echt super dik. Echt heel gaaf. En nu gaan we door. Denk naar de volgende achtbaan. Can-Can Coaster. Ja, we gaan naar Paris. Oh nee, dat is Italiaans. Wat? Nee, niks. Wat zou je zeggen? Als we ondertussen een kraampje uit tegenkomen met ijs en versluspuppie, dan nemen we dat lekker, want het is bloedheet. Ja. En dat is wel waar. Het is nu een graadje of 29.
maar het is niet zo super druk in het park. De langste wachttijd ergens is 40 minuten en dat valt eigenlijk wel mee. Dus we hebben hier een topdag. We gaan lekker door. Zullen we in de Can-Can coaster? Dat kan wel, hè? Waarom staat er ook Moulin Rouge? Dat is in Parijs. En daar komt de Can-Can vandaan. Daar is de Can-Can ontstaan. Ah, oké. Okay. Dat kan in ieder geval. Ja, fijn dat het kan. Ja, zullen we in de achtbaan? Dat ja, kan ook, hè? Ja. De Can-Can gehad. Wat vond jij ervan? Ik vind het niet echt. Ik vind het een beetje zonde dat we hier 30 minuten voor wachten. Wat? Ik vind het een beetje zonde dat we hier 30 minuten voor wachten. Oh, oké. Okay. En jij, Jo? Ik vond hem echt heel erg leuk. Jij vond hem echt heel erg leuk. En mama? Ja, ik vond hem redelijk. Oké, okay, niet heel bijzonder. Nee. Je kan hem overslaan als je hier bent. Ja, wat mij betreft wel. Okay. Ik vind het van niet. Jo vindt het van niet. Nou, ik vind hem gewoon geinig. En nou gaan we naar? De Madame Freundage. Wat is dat? Dat is een mevrouw die voor dino's zorgt. Oké, okay, klinkt logisch. Ja. We gaan eens kijken. Madame Freudenreich gehad. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het bijzonder. Ik denk dat dat het woord ervoor is. Ik vond hem niet heel spectaculair of bijzonder. Dus we gaan nu wel naar een andere leuke attractie. Voltarium. Daar mag je binnen niet filmen. Dat is een soort van This is Holland. En dan vlieg je over Europa heen. Dus ik denk dat dat wel heel mooi is. Jonathan vond trouwens die Madame Freudenreich wel leuk. Want waarom vond je het eigenlijk leuk? Ik vond het erg grappig. Oh, jij vond het grappig, oké. Oké. Dat kan. Voltarium hebben we gehad. Wat vond je ervan? Het begin even spannend, want je hebt zeg maar helemaal niks zonder je. Maar voor de rest was het erg leuk. Ja, was een leuke film over Europa. Dus wel leuk om te doen hier. Nederland kwam er ook in voor. Ja, Nederland kwam er ook in voor mensen. Maar nu is het tijd voor de spectaculaires. Silverstar, een achtbaan met een snelheid van 130 km per uur. Dat wordt kick. Daar gaan we, Silverstar. Silverstar hebben gehad. Nou, Mariek? Ja, ik vond hem echt wel vet. Je vond hem vet, hè?
130 km per uur, maar ook ging ontzettend hoog. Ja, dat was echt heel bizar. Dat was echt leuk. Ik vond het een beetje heel erg spannend. Maar leuk om gedaan te hebben. Wat vond jij, Jo? Ik vond het ook wel erg leuk. Ja. Oh, sorry. Maar nu gaan we naar de bobbaan. Vind je het leuk? Bobbaan. Dank het. Ja. Nou, de bobbaan hebben we gehad. Hoe die was? Kort. En ja, ook niet spectaculair. Wat mij betreft hoef je deze zeker niet te doen als je hier bent. Je mist er niet heel veel van als je hem niet doet. Dat is mijn mening in ieder geval. We gaan nu eens een hapje eten, want we hebben trek. We zitten nu dus in Foodloop. En we kunnen via een scherm bestellen. Kijk, en dat scherm kan je verplaatsen. Super grappig. En Marieke is aan het nadenken over wat ze wil drinken. Wat gaat het worden? Ja. Er is heel veel keuze hier. Heel veel keuze. Nou, we komen zo al bij jullie terug, mensen. We hebben ons eten besteld. En wat is nou het leuke eraan? Kijk. Het eten komt via een achtbaan. En ook het drinken. Alles komt via een achtbaan. Super grappig. Het enige in de wereld, denk ik. Denk je ook niet, Jo? Denk ook wel. Het enige achtbaar restaurant in de wereld, hè? Ja, denk ik wel. Ben jij het, Marieke? Ja, ik ben heel benieuwd. Een beetje prijzig vind je niet? Ja, dat wel. Ja. Maar ja, daar heb je ook wat. Ja. En wel wat unieks. Zeker uniek, ja. Kijk, daar komt ons drinken. Denk ik. Of is het eten? Het is eten al. Oh, kijk. In ieder geval eten, dan kan je doordraaien. Hij doet het alleen niet zo heel goed nu. Kijk, er zitten pannetjes, dan pak je het eraf. Even doordraaien nog, Jo. Voor die andere. Wat is het, Johan? Wat is het? Van de patat. Het is gewoon patat. Oh, de patat, alvast. Ja. Dat is voor jou en mij. Ja. Nou, dan gaan we altijd lekker patat eten. En dan wachten we op de rest. Maar dus zo werkt het hier ook. Superleuk. Daar is het eerste drinken. Hetgeen wat is er? We hadden een verongeluk er vanaf. Oh. Het eerste drinken. En daar komt het volgende. Wat zou het zijn? Maar nou komt er één keer veel, hoor. Oei! Ik zie een appelsap, ik zie een biertje en ik zie een cola. Appelsap voor mij en bier voor jou. Ja, en draai hem even door voor de cola van Levi.
Met cola voor Levi. Nou mensen, jullie hebben nu al een idee hoe het werkt. Wij gaan lekker eten. Hoe smaakt het eten? Heel goed. Ja? Lekker? En wat voor jij, Marie? Ja, echt heerlijk. Ja, goed eten, hè? Goed eten. Jij, Levi? Heerlijk. Lekker, hè? Was het geld waard? Dan moet ik eigenlijk aan jou vragen. Nou, ik weet niet wat eruit gekomen is, dus... Nou, ik denk dat je op een 90 euro zit. Ja, nou ja, tegenwoordig betaal je dat, ja. Het is tegenwoordig normaal 90 euro, ja. Helaas. Dus ja, ik wel. We gaan zo weer een attractie pakken. Hé, jarig Job. Arthur, toch? Wat is Arthur dan? Arthur, dat is een dark ride en rollercoaster in één. Ja. We hebben net gegeten, hè? Dat kan wel, toch? Oké. Okay. Je dat we erheen zijn gelopen. Arthur, hebben we ook gehad. Nou, wat vond ik ervan? Ik vond het mooi, leuk, vermakelijk, verrassend. Zeker een aanrader als je hier in Europa Park bent. We moeten nou nog één grote attractie. En dan hebben we alle grote attracties van Europa Park gehad. Althans, de grootste. In één dag ga je niet redden om alles te kunnen doen. Dus wil je echt alles doen, moet je minimaal 2 dagen ervoor uittrekken. Hebben wij niet. Wij doen het met één dag, dus pakken we alle grote attracties. En hebben we alle goed, hè? Is het wel gelukt, toch? Dat is ook gelukt, ja, dat vertelde ik ook net aan de kijkers. Maar we gaan nu naar Euromeer, de laatste grote achtbaan. En dan is langzamerhand tijd om Europa Park te verlaten. Maar eerst nog Euromeer. Dat is eng, jongen. Heftig hoor. De Euromeer hebben we ook gehad, zoals jullie konden zien. Wat vond ik van de baan? Vreselijk. Het is een beetje zoals Rusland. Het is net niet. Het schokt, last van mijn nek. Het is gewoon niet lekker. Wat vond jij, Jo? Ja, bij zo'n bocht dat je heel hard naar beneden ging, ging je de hele tijd heen en weer. Dan werd je de hele tijd heen en weer geklapt. Ja. Dat is wel erg vervelend. En jij, Leef? Leuk. Jij vond hem leuk? Ja. Goed zo. En Marieke? Geestje. Ja, hè? Echt niet leuk. Heb ik jou nog deze? Afraden. Deze hoef je echt niet te doen, hoor, in Europa Park. Nee. Deze kan je echt overslaan. Waardeloos. Dat dus. En nu, wat staat nu op de planning? Even naar de winkel, hè? Even naar de winkeltjes en dan is het klaar in Europa Park. Ja, heel jammer. Maar wel, het was wel heel leuk. Ja, mee eens. Maar de evaluatie komt zo dadelijk nog. Ja. Dus blijf kijken, we gaan zo evalueren. Jo, wat gaan we nog even gauw doen? Wat hè? Wat is dat? Een dark ride. Dan gaan we nog even gauw in. Ja. Dus we stonden nog niet op het eind. We doen nog een attractie. Yay. Leuk hè? Ja. Sorry voor de beelden mensen. We zijn gewoon heel enthousiast dat we gaan. Daar gaan we.
Nou, net in Piccolo Mundo geweest, een dark ride. Yo, wat vond jij ervan? Dat is echt geweldig. Nou hè, fantastisch. Dat was echt het hoogtepunt van de dag. Dat is echt heel leuk. Ja, superleuk. Echt heel tof. En Leef, hoe vond jij Piccolo Mundo? Heel leuk. Ja hè? Ja. Ja, deze had jij niet willen missen hè? Geweldig. Piccolo Mundo. Dat we die nog even gedaan hebben. Ja, echt, dat maakt de dag af. Ja. Dus nu toch maar naar de winkel. Ja, dat we doen hè. Ja. Anders blijven we bezig. De dag Europa Park zit erop. Ja. Dat is een volle dag, we waren hier om 9 uur. We zien net over 8 uur nu. Dus echt lang bezig geweest, 11 uur lang. Ik heb net gekeken, zo'n 15 kilometer gelopen. Oh, wow. Dus okay. Dat is best veel. Wat vond je van Europa Park? Ja, onwijs leuk park. Want zoals we al eerder zeiden, je hebt er echt 2 dagen voor nodig om het helemaal te kunnen zien. Misschien zelfs wel 3. Absoluut. Dat je echt alles wil doen. Ja. Ja, dus dat voor nu helemaal top. Ja hoor, leuk park. Wat vond je de leukste attractie? Hoe heet die ook alweer? Oké. Ja. Ja, Silverstar. Silverstar. Ja. Ik die eerste, hoe heet die ook alweer? Voltron. Oeh, Voltron. Ik vond Voltron het leukste, het meest spectaculair. Ja. En de jongens nog? Jota Voltron en jij? Silverstar. Oké. Helder. En wel één nadeel van het park. Je mag hier binnen in het park roken. Ja. Dat vinden wij echt een dikke afknapper. Al die vieze gore rooklucht. Joh, weet je, doet het lekker in je eigen kamertje, maar niet in zo'n park. Wij hoeven het niet te ruiken. Dus dat is het enige nadeel van het park en de app. Vind ik minder. Vergelijk met Disneyland, met Efteling, of met Universal zelfs in Amerika. De app van Europa Park die moet echt wel een flinke update krijgen, want ik vind hem traag, rommelig, onoverzichtelijk. De stad, maar voor de rest een toppark. Echt een fantastisch park, we hebben ontzettend vermaakt. En we hopen dat jullie het ook een leuke vlog vonden. Of misschien zelfs 2 vlogs. Het kan zijn dat 2 vlogs zijn geworden. Ja, we hebben heel veel leuke beelden. We hebben echt heel veel leuke beelden. Ja. We hopen in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei doei!